Een bijzonder justitieel onderzoeksteam is recentelijk gestuurd op een kolossale duikboot in de district Saramacca. De boot kan vermoedelijk worden gebruikt voor het transporteren van illegale drugs naar gebieden over zee. Er zijn ter plekke drie personen aangehouden die de Colombiaanse nationaliteit bezitten. De buitenlanders zijn inmiddels op last van de justitiële autoriteiten in verzekering gesteld. Aangezien het beslist niet is uitgesloten dat Surinamers hand- en spandiensten verlenen, zal het onderzoek in deze worden voortgezet. Het ministerie van Justitie en Politie is bezig de samenwerking met internationale drugsbestrijdingsorganisaties te verstevigen, ten einde op efficiëntere en effectievere wijze uitvoering te geven aan het beleid van de regering in zaken illegale drugsbestrijding. In het persbericht laat het ministerie van Justitie weten dat zij zich in de komende periode meer dan voorheen zal inzetten om criminele drugsbendes in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat ons land niet wordt bestempeld als ze zijn een land waar men moeiteloos drugstransporten kan laten verlopen. Onze open grenzen vormen in deze overigens een grote uitdaging. Evenwel hoopt zij door een goede samenwerking met onze buurlanden de bestrijding van illegale drugs op doeltreffende wijze aan te pakken. Het ministerie doet tenslotte een beroep op de totale samenleving om iedere informatie die kan bijdragen tot het blootleggen van illegale drugspraktijken aan de justitiële autoriteiten door te spelen, al dus het ministerie van Justitie en Politie in een persbericht uitgebracht door het Nationaal Informatie Instituut.